two, three, and... Een goeiedag. Mijn naam is Tim Lenders en ik sta hier namens Event Inspiration voor column nummer 3. Ik ben een nationalist. Ik hou ook van Holland. Niet in de zin dat de driekleur wapperend over mijn balkon hangt. Ik word ook niet blij aan de gedachte van Michiel de Ruiter of de VOC. Nee, het gaat voor mij dieper dan dat. Voor mij geen tulpen en klompen, voor mij geen oranje pak tijdens Koningsdag, maar een diepe liefde voor de zaken die voor mij Nederlands zijn. Happy hardcore, tolerantie, Ramses Shaffi, Lowlands, de Zwarte Cross, alternatieve muziekstromingen, een kroketje dat je uit de muur kan trekken, dat je hier kan blowen, dat er hier rekening wordt gehouden met iedereen, transseksueel, hoertje, rechts, links, polygaam, bi of hetero. Er is een hoop mis in Nederland, maar toch denk ik dat ik de vrijheid die ik hier kan ervaren, nergens anders kan ervaren. Dat Nederland mijn land is met haar onbeperkte mogelijkheden, piss off America, komt grotendeels door de culturele sector en de evenementenbranche. In de vorige eeuw kwamen Bowie, The Beatles, Rolling Stones, Iggy Pop en vele andere grote mensen met regelmaat naar ons land vanwege die vrijheid. De provo's, de punkers, de kabouters, Ruigoord, alle rockers samen, Paradiso, de kwaliteit van onze culturele sector zorgt ervoor dat wij ons kunnen meten met de grote. Onze DJ's zijn wereldwijd befaamd. Wij hadden als natie even bekend kunnen zijn als Djibouti, Frans-Guyana of Moldavië, maar door onze sector zijn wij Nederlanders uitgegroeid tot internationaal handelsmerk. De producties van die evenementen zijn trouwens ook van ongeëvenaard niveau. Overal waar ik ben gekomen doen de Nederlanders het beter. De evenementenbranche en de culturele sector beslaan 3,8% van het nationaal bruto product. En vanuit de hele wereld komen mensen hier naartoe om elk jaar weer hun miljarden uit te geven. Wij zijn slechts iets kleiner dan de luchtvaartbranche en toch krijgt die sector het achtvoudige van wat wij krijgen aan staatssteun. Politieke partijen die jarenlang hebben gepleit voor de Nederlandse cultuur laten de meest innovatieve en levensluchtige sector vallen. Honderdduizenden mensen zoals jij en ik komen nu zonder werk te zitten en moeten zien te overleden. Maar ik ben toch een nationalist. Het Nederlandse vlaggenschip, het meest zichtbare onderdeel van onze handelsvloot, heeft altijd al haar eigen koers gevaren. We zullen moeten roeien met de riemen die wij zelf hebben gemaakt. Wij zullen moeten innoveren en verbeteren, schrappen en meten. Wij hebben iets anders dan geld nodig van Nederland en dat is vrijheid. Want net zoals al het andere goede in ons land zijn wij ontstaan uit de wil om onze eigen weg te gaan. Om daar te kunnen gaan waar niemand is gekomen. En mensen, als één ding is zeker. Als de ziekte van het toneel verdwijnt, zullen mensen weten dat wij het toneel hebben gemaakt. En ook weer opnieuw zullen maken. Hou vol, houd moed, tot volgende week. Doei! 1, 2, 3, 4.